Nog iets minder dan 2 weken, dan is het zover. De 6e editie van de Groningen Swim Challenge. Bij de challenge zwemmen deelnemers om geld op te halen voor het Kanker Research Fonds van het UMCG. Ook jongere zwemmers kunnen meedoen, namelijk met de Kids Swim. Een paar van die jongere zwemmers doen zelfs mee als zeemeermin. En wij zochten ze op om even kennis te maken. Jasmijn, waarom doe jij mee met de Kids Swim? Ik doe mee omdat ik het belangrijk vind dat er geld op wordt gehaald voor kankeronderzoek. Want het is gewoon een rare ziekte. En als ik dat kan doen met mijn hobby, dan vind ik dat gewoon heel fijn. Ja. Wat heb jij zelf met dat doel, het UMCG Kanker Research Fonds? Nou, de oma van mijn beste vriendin heeft kanker. En ik wil eigenlijk ook wel dat die genezen wordt. En dat mijn beste vriendin haar oma niet verliest. Ik doe mee met kidswim omdat ik vind het echt een hele rotte ziekte, kanker. Mijn opa is er zelf ook aan dood gegaan. En ik vind zeemeermin zwemmen zelf ook gewoon heel erg leuk. Ik ga met zeemeerstaart omdat met zeemeerstaart is het eigenlijk nog specialer om te doen. En dat vind ik erg leuk. Ik was vorig jaar gevraagd als begeleider, zeemeermin begeleider. En ik heb 2 jaar geleden meegedaan aan de cursus zeemeermin zwemmen. En toen werd ik eigenlijk gevraagd of ik mee wou doen hieraan. En wat is jouw persoonlijke link met dit doel? Nou, verschillende familieleden van mij zijn overleden aan kanker en een vriend van mij. En het is gewoon hartverscheurend om iemand zo kapot te zien gaan aan deze ziekte. En ook verschillende mensen die mij aan het hart gingen hebben euthanasie gepleegd omdat ze het niet aankonden. Dus ja, het is heel heftig. Ja, jullie zwemmen dan met van die zeemeermin vinnen en zo. Hoe anders zwemmen is dat zeg maar ten opzichte van met de beentjes los? Nou, het zwemt wel wat sneller, dus je bent wel sneller klaar. En het zwemt gewoon lekker. Wat is er zo gaaf aan dat zeemeermin? Ja, je kan gewoon een beetje drijven in het water. Je hoeft niet te veel te doen, maar je gaat gewoon vooruit. Dus, en je kan allemaal leuke kunstjes ook doen. Dan ga je in het water en dan je staart ronddraaien. Dus, van alles. Waarom doe jij mee met de Kids Swim en niet met de City Swim of met de Zoutkamp helemaal Swim Challenge? Waarom doe jij de City? Voor de langere afstand moet je ouder zijn. Voor City Swim moet je 16 plus zijn. En voor de andere volgens mij 18 plus. En ik ben nog maar 14, dus ik mag nog niet meedoen. Maar als ik zo oud ben, 16 dus, dan wil ik heel graag de grotere afstanden zwemmen. We zijn wel gedreven op dat zwemmen. Ja. Nou, doen er aan die Kids Swim nog niet zo gek veel kinderen mee, hè? Eigenlijk is dat een beetje te weinig. Wat vind je daarvan, dat er zo weinig kinderen meedoen? Ik vind het wel jammer, want kinderen zijn echt de nieuwe generatie. Dus als ze hun ook mee gaan doen, blijft dit bestaan. Dan kan het doorgaan. En dan kan er steeds meer geld worden opgehaald voor het UMCG Kanker Research Fonds. We halen natuurlijk hier allemaal, dat is natuurlijk het doel, geld ophalen voor kankeronderzoek. Ben je ook al een beetje je laten sponsoren en zo, Annegeet? Ja, ik ben bij de Plus, bij een winkel bij ons in het dorp, ben ik gaan gebak verkopen en ben fles gaan inzamelen. Ik heb op school pizza's verkocht en ik heb ook geld gekregen van docenten. En ik ben bij de Albert Heijn, bij mij in het dorp, een maand bij de statie gaat flessen geweest. Misschien kun je even een oproepje doen van sponsor mij. Sponsor mij, Annegreet Westing, op de site www.groningerkidswimchallenge. Alle kinderen in de omgeving Groningen, doe mee met de Groninger Swim Challenge op 31 augustus. En als je niet mee wilt doen, doneren. Als je niet mee wilt doneren.